Toen ze het zeiden, Formule 1 komt misschien wel weer naar Zandvoort, zei ik, jullie zijn allemaal gek. Dat gaat helemaal niet gebeuren. Het circuit is te klein, het is te krap, er is geen ruimte. Ja, je kan 100 redenen verzinnen waarom het eigenlijk niet zou moeten gebeuren. Nou, de stofdoeken hebben hun werk gedaan hoor, de afgelopen weken. Want de auto's blinken weer en de coureurs zijn opgeladen. De zomerstop in de Formule 1 zit erop. En dat zullen ze weten hier in Zandvoort. De badplaats bruist en hij bubbelt en hij maakt zich op voor de herstart van het seizoen. Wie knalt er uit de startblokken en hoe hoog loopt de spanning om die wereldtitel nog op? We bespreken het met coureur Jeroen Blekemolen en verslaggever Louis Dekker in deze extra NOS Formule 1 podcast. I don't even like podcasts. NPO Radio 1. They make me fall asleep. Et voilà Max. I'm not a good singer. Oh, let's go. Hamilton, die just pit it. Wie had dat ooit gedacht, hè? Ontzettend trots op jou, schat. Ja, ik moet het wel goed doen. Als ik het niet goed doe, dan doe ik het niet expres. Senna, en now Verstappen. Hij wint hem echt. Hij wint hem echt. Wauw. Dit is de NOS Formule 1 podcast. Max Verstappen, nu Caprice Campeon Mondial. Here is Afke Boven. Are we clear about that? Van subtropische orde naar een toch wel behoorlijk winderig Zandvoort. De vakantie zit erop voor de coureurs en de Formule 1 teams. In de Hollandse duinen gaan ze dit weekend weer aan de bak, Louis. Vandaag druppelde iedereen zo'n beetje binnen. Wat is je opgevallen? Welke sfeer heb je geproefd? Dat ze allemaal het heel fijn vinden dat het weer gaat beginnen. Maar ze houden niet zo van de mediadag en al dat geklets en geouwe hoer over hoe het seizoen verder gaat en hoe het ging. Ze willen gewoon rijden. Ja, een beetje als die koeien die op stal zijn geweest de hele winter. En dan mogen ze weer naar buiten en dan gaan ze altijd dansen. En vandaag mochten ze nog niet dansen, maar morgen wel. En nog met windkracht 7 ook. Dus dat is mooi na een periode waarin ze allemaal zeggen het was fijn, leuke vakantie gehad. Maar wat ze niet zeggen is dat ze zich eigenlijk ook een beetje stierlijk hebben verveeld. Want ze willen gewoon weer die wei in. Morgen. Mm-hmm, ja. Mm-hmm. Jeroen, wat zie jij als je zo op dit voor jou zo bekende circuit rondloopt deze dagen? Ja, het is en blijft uniek. Als je hier rondloopt, dan herken je het circuit niet meer terug. Ik ben hier opgegroeid. Ik heb hier leren racen. Mijn eerste kilometers gemaakt op het circuit. Maar ja, het is gewoon een heel ander circuit. En dan zie je in één keer de wereldtop hier staan. Het is gewoon echt kippenvel als je hier het circuit oploopt. Nou is niet zo dat je anders niet enthousiast bent. Maar ik zie nu gewoon wel echt die extra glittering in je ogen. Ja, maar zo is het ook. Je komt hier aan. Ik kon vanmorgen niet wachten om hier naartoe te gaan, naar het circuit. Het is een andere dag dan anders. Een ander weekend dan anders. Het is uniek dat we de Formule 1 in Nederland hebben. En hopelijk gaat het nog vaak gebeuren. Maar wat er allemaal neergezet is, hoe ze het organiseren. Het is echt petje af voor de organisatie. Want wat maakt Zandvoort het circuit hier dan anders? Zandvoort is eigenlijk, als je gewoon, toen ze het zeiden, Formule 1 komt misschien wel weer naar Zandvoort, zei ik, jullie zijn allemaal gek. Dat gaat helemaal niet gebeuren. Het circuit is te klein, het is te krap, er is geen ruimte. Je kan 100 redenen verzinnen. De toegangswegen zijn niet geschikt ervoor. Je kan 100 redenen verzinnen waarom het eigenlijk niet zou moeten gebeuren. Maar ze hebben het neergezet en het is, ze hebben ook een prijs ermee gewonnen. Het is fantastisch georganiseerd. Wat vind jij zo mooi aan Zandvoort, Louis? Nou, ik ga niet herhalen wat Jeroen zegt, maar wat hij als coureur heeft meegemaakt, heb ik als verslaggever meegemaakt. Ik ben ook ooit maar gewoon begonnen met, weet ik veel, bezoek van de Pinkster Race. En dan denk je, dat zou mooi zijn als ik hier ooit eens een keer één Formule 1 auto van dichtbij zie. En dat is me wel gelukt ergens in begin jaren 80. Ik ben slecht in jaartallen, maar er was hier een bandentest. En een bandentest was betaalbaar. Formule 1 Grand Prix is niet betaalbaar, toen ook al niet, nu nog steeds niet. Dat is best wel een issue nu. Maar ik herinner me nog heel erg goed dat die auto's die zo'n bak herrie maakten en waar je hele lijf van ging trillen. Ineens zag ik er een in het echt en hij reed nog ook. En daar ontstaat zo'n liefde dan wel. En ja, dat overkwam mij op Zandvoort. En dat heb ik iedere keer nog een heel klein beetje als ik hier het circuit oploop. Jeugdsentiment. Ja. Het waait hier wel echt heel hard vandaag. Morgen zou het volgens mij gaat het nog harder waaien. Dus we kunnen wel zeggen dat we met echt Hollandse zomerweer te maken hebben. Is dat dan ook de charme van Zandvoort dat het onvoorspelbaar kan worden? Ja, absoluut. Zandvoort is een moeilijk circuit omdat het in de duinen ligt. En er dus automatisch ook zand op de baan waait, letterlijk. Dus het circuit verandert eigenlijk ieder uur of iedere minuut. Of iedere ronde, kan je bijna zeggen. En die wind, ja, die is heftig. En we zien wel eens auto's crashen en dan hoor je later, het was toch een zuchtje wind. Maar we hebben morgen geen zuchtje wind. Het is gewoon serieus harde wind. Dus
Ik denk wel dat er morgen zomaar een aantal coureurs in de fout gaan door de wind. En ze bereiden zich wel goed voor, juist op die wind, hè? Ja, en ik heb niet alles kunnen horen. Dat zal ik even uitleggen, maar dat klinkt natuurlijk raar. Maar coureurs staan ons allemaal te woord. En dan staan ze links voor tv en rechts staan ze voor online en kranten, et cetera. En dan zijn ze eigenlijk een beetje door elkaar aan het praten. Waardoor je af en toe degene hoort waar het vers vanaf staat. Want tv is versterkt en online staan ze gewoon met jou in een groepje van 10 man te praten. Dus we hebben veel coureurs horen praten over wind en het weer en Zandvoort en dat zand, hoe je erop voorbereidt. En Alex Albon die zei, ik kan hem niet letterlijk citeren, maar die zei, we hebben gesimuleerd op windkracht. En ik wist niet eens dat dat kon. Dat je dus op een Formule 1 fabriek, dat je dus echt van die slimme vogels hebt die dan zeggen, oké, we zetten nu even windkracht 6 aan, die kant op, en dan kun je alvast oefenen hoe het ongeveer gaat zijn. Maar zo'n verhaal vertelde die wel. Ik weet niet eens, Jeroen, of het echt kan of niet. Maar ze zijn er allemaal mee bezig, met hoe gaat dat morgen. Maar soms is het ook gewoon even op het strand staan, vinger in de mond en de vinger in de lucht. Dat vind ik het mooiste verhaal van de dag. En daar zat ik al een jaar op te azen, want vorig jaar hadden we die spookrace met dat slechte weer. En zat iedereen zich af te vragen, hoe lang kun je door op droogweerbanden? Wanneer wordt het te nat, et cetera? En al die teams hebben spionnen langs het circuit. Dat weten we allemaal, maar vorig jaar was het nog veel mooier. Pierre Gasly is derde geworden. Dus podium voor Alpine. Dat was zeer verrassend. En uiteraard zegt de coureur vandaag, ik heb het toen heel goed gedaan. Het team heeft het heel goed gedaan. Maar hij heeft ook vandaag bevestigd, eindelijk, dat dat podium te danken was aan zijn PR-man. Die dus normaal gesproken altijd naast hem staat bij de interviews. Maar die PR-man is tijdens de race vorig jaar op zondag op het strand gaan staan. En die heeft gebeld, het regent hier nu, hij moet nu naar binnen. En Gasly heeft geluisterd en die heeft daar zijn derde plek aan te danken. En dan zie je, Formule 1 gaat allemaal om details en high-tech. Maar het kan dus ook gewoon met een smartphone en iemand op het strand. Kun je naar het podium. Prachtverhaal. Heel simpel kan het soms zijn. Ja, het was dus de dag van de interviews. Welk team had het meest uit de kast getrokken? Ja, ik denk dat het een beetje een standaard dag is. Ik ben natuurlijk niet altijd bij op die donderdag. Maar natuurlijk Verstappen, die was in de aandacht. Maar eigenlijk willen ze gewoon, ja, de koeien van stal, daar ging het om. Eigenlijk willen ze gewoon die baan opgaan. En al die interviews vooraf, volgens mij interesseert ze allemaal niet al te veel. Nee. Dan, het ging natuurlijk ook wel over de interviews. Wat hebben jullie gedaan? We hebben familie en vrienden gezien. Zijn er in de afgelopen 3 weken nog dingen gebeurd die we nog wel even moeten weten voor de start van dit seizoen? Jonathan Wheatley ging natuurlijk, sportief directeur, die gaat bij Red Bull weg. Zijn er nog meer dingen die we moeten weten? Ja, Wheatley is best wel een groot verhaal. En je kunt ook merken als je Max Verstappen daarmee confronteert. Wheatley is een van de hele hoge heren in het Red Bull team. Heeft zoveel gewonnen met Red Bull en werd ook in het eerste jaar dat Max wereldkampioen werd gezien eigenlijk als de man die titel voor elkaar had gebokst door voortdurende wedstrijdleiding onder druk te zetten. De fout van Michael Masi, de beruchte fout in Abu Dhabi, was eigenlijk een beetje gepusht door Jonathan Wheatley, die de hele tijd om hem in aan het praten was, het hele jaar al. En die man vertrekt. En als je dan denkt, Verstappen heeft eerder dit jaar gezegd, ik wil dat de kern van het team bij elkaar blijft. Nou, Adrian Newey gaat al weg. Hoofdontwerper, kun je nog van zeggen. Die heeft ook 4-5 mensen in een cirkeltje om zich heen die ook belangrijke dingen doen. Maar Wheatley is wel echt een kanon dat vertrekt. En Verstappen houdt zich dan wel een beetje op de vlakte. En die weet drommels goed dat als hij dan te hard op zegt dat hij het heel vervelend vindt dat Wheatley weggaat, dan zeg je eigenlijk, maar dat zeg ik dan even in mijn woorden, Horner zit in de weg. En dan dat hoorde jij. Dat hoor ik erin, maar dat gaat Verstappen natuurlijk nooit zeggen. Maar het is wel, Wheatley is niet zomaar een klein iemand die vertrekt. En hij vertrekt niet omdat hij zo heel erg graag bij Audi wilde werken, want daar gaat hij naartoe, maar dan krijgt hij de functie die hij ambieert. Hij wil een team leiden. En wie leidt het team bij Red Bull? En wie zit er nog steeds? En wie stond zo onder druk begin dit jaar? Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Wat we in Bahrein hebben meegemaakt met die hele commotie rond Christian Horner en die ex-werknemster. Dat heeft nu allemaal zijn weerslag. En dat speelde toch op de achtergrond ook vandaag. Het is nog niet rustig bij Red Bull. Nee. Wat vond jij van Verstappen in de persconferentie vandaag? Nou, lekker Verstappen eigenlijk. Gewoon direct. Als hij geen zin had om geen antwoord te geven, dan zei hij ook gewoon no of yes. Of kort, duidelijk en krachtig. Opvallend was dat hij zei dat hij eigenlijk denkt al over de helft van zijn carrière te zijn. Ja, want dit is een 200ste race dit weekend. Ja. Die vond ik wel, dat weten we al een tijdje. Hij vindt het reizen best wel zwaar. Hij wil ook andere dingen in zijn leven doen. Wil nog in een andere categorie uitkomen in de autosport.
Maar ja, toch, hij spreekt dat heel duidelijk uit dat hij over de helft is al. En nou, dat is zeker opmerkelijk. Maar stiekem had ik misschien toch wel wat meer enthousiasme verwacht. Ik snap dat het vervelend kan zijn, die interviews hier allemaal, maar het is je thuisrace. Ja, dat is waar. Aan de andere kant, er zitten hier in één keer allemaal mensen. Louis die is iedere week bij zo'n race. Maar er zitten hier in één keer allemaal Nederlanders die dan op zijn half Engels vragen gaan stellen aan. Omdat ik denk van ja, oké, was dit nou echt nodig, zo'n vraag? Dus ik snap ook wel weer de irritatie een beetje. Hij komt hier niet om vragen te beantwoorden. Hij komt hier om die wedstrijd te winnen zondag. Dus ja, ik kan de irritatie van hem ook wel een beetje begrijpen. Of in ieder geval dat hij dan kortaf is. Ja, en die wedstrijd winnen, daar was hij ook wel duidelijk over. Dat is niet heel vanzelfsprekend meer, hè? En daarom wordt dit misschien wel de leukste tot nu toe. En dan kijk ik naar het hele weekend. Ik denk de leukste race zal het niet worden, want die hebben we vorig jaar al gehad. Mm. Maar als je puur kijkt naar de spanning, dan vind ik dat je bijna een vergelijking kunt gaan maken met Monte Carlo, Monaco. Waar de zaterdag, vind ik, echt de mooiste dag van het jaar is. En die wordt dan vaak gevolgd door de vervelendste dag van het jaar. Omdat je niet kunt inhalen. Dus ik denk dat de kwalificatie hier echt geweldig gaat worden. En wat er dan zondag gebeurt, ja, misschien krijgen we dan eindelijk een keer de optocht die iedereen 3-4 jaar geleden al vreesde. Maar dan bederf je het feest niet meer mee. En bovendien, doordat Verstappen zo hard moet knokken om nu te winnen. Welke optocht bedoel je? Wat bedoel je? Wat zeg je? Wat bedoel je? Ik vind gewoon de spanning in, niet zozeer in het kampioenschap, maar in de race, gaat heel erg bepalen hoe die zondag gaat worden. En het is, denk ik, voor het publiek veel leuker om te kijken naar Verstappen die moet knokken. Ja. Dan de Verstappen die Verstappen zelf wil. Verstappen zelf wil gewoon met 30 seconden voorsprong winnen. Maar wij willen gevechten zien. Dus dat kan wel eens heel mooi worden. Maar ik verheug me, dat merk je al meer op de zaterdag dan op de zondag. Ja. Ja, omdat het zit zo dicht bij elkaar. Ja, Verstappen bouwde zelf ook even wat reserves in over deze wedstrijd. Vind je dat terecht dat hij dat doet? Ja, als je kijkt naar de laatste paar wedstrijden, hebben ze het gewoon moeilijk. Spa had hij gewonnen als hij op pole was gestart. Had hij pole in de regen. En dat is wel een ding. Het gaat waarschijnlijk regenen zaterdag. Goede kans dat het ook nat is tijdens die kwalificatie. Nou, dan is hij meestal ijzersterk Verstappen. Dus daar kan hij zijn voordeel mee doen. Inhalen is hier heel moeilijk. Maar ik ben het ook wel met Louis eens. Het is een kwalificatierondje rijden hier op het circuit van Zandvoort. In de Formule 1 auto. Dat is zo gaaf. Dat is zo'n beleving. Zoveel G-krachten. Hartslag 200. Dat is gewoon echt wel... Ja, die jongens gaan genieten. Even kijken. We hadden het over dat Verstappen duidelijk heeft aangegeven dat hij hier zijn 200ste race rijdt, maar er zeker niet nog 200 gaan volgen. Denk jij echt dat hij gaat afbouwen? Nou, ik denk wel eens dat hij al aan het afbouwen is. Sterker nog, ik kan nog wel harder zeggen, hij is eigenlijk al aan het afbouwen sinds zijn eerste wereldtitel. En dat geeft hij ook wel eens min of meer toe. Hij zegt, ik heb mijn doel al bereikt. En dat zegt hij niet vandaag of gisteren. Dat zei hij na zijn eerste titel al. Dat zei hij ook bij het begin van het seizoen na die eerste titel. Toen iedereen zei, ga je nu voor de tweede? En ze zeiden, ja goed, ik ga gewoon genieten ieder weekend en elk weekend mijn best doen. Maar Verstappen heeft altijd gezegd, en misschien is hij wel een enorme leugenaar als hij ooit achtvoudig wereldkampioen wordt, maar hij heeft altijd gezegd, hoeveel titels? Boeit me niet. Als ik het niet meer leuk vind, dan kap ik ermee. En ik zet mijn geld op 2028. Dat hij dan gewoon denkt, Le Mans is veel leuker. En dat is ook zo. Le Mans is eigenlijk ook veel leuker dan Formule 1. Maar dat mogen we dit weekend niet zeggen, denk ik, hè, Jeroen? Nee, maar hij is een echte race-liefhebber. Hij zit niet in de Formule 1 omdat hij... Formule 1 is het hoogst haalbare, maar hij wil gewoon autocoureur zijn. En dat betekent ook dat je een Le Mans kan gaan doen. En dat soort dingen kijkt hij echt naar uit. Hij gaat voor de grap. Ik hoorde net toevallig op het circuit dat hij volgende week ook weer in een GT3-auto zit ergens. Tussendoor even stiekem wat niemand ziet. En misschien komt er nog een filmpje zo links en rechts vrij. Maar dat vinden ze gewoon leuk. Dan is Jos erbij. Gaan ze allemaal met z'n allen een dagje racen. En plezier maken. Plezier maken. En hij heeft het plezier nodig. En terecht. En hij wil ook echt vaker thuis zijn, hoor. Het klinkt heel raar. Ik heb het ooit opgeschreven een paar maanden geleden. Na zo'n mediasessie. Dat ik hem vroeg van, ben je eigenlijk een huismus? En ik durfde het woord bijna niet hardop te zeggen. Maar hij bevestigde daaruit van thuis zijn. En als je dat volgt. En die rare verhalen waarvan je aanvankelijk denkt, hoe dan? Dat Max Verstappen alles weet over poezen en katten bijvoorbeeld. De eerste keer dat ik dat hoorde, dacht ik, waar komt dat nou vandaan? Maar het is echt het is iemand die heel erg graag gewoon in zijn kringetje zit. En dat vergeten wij wel eens, omdat we hem 24 keer per jaar in een perszaal zien zitten en in een cockpit. Maar hij vindt andere dingen ook leuk. Maar dat zien wij niet. Nee, precies. Er zit nog heel veel te ontdekken aan die jongen wat dat betreft. Verstappen, belangrijkste uitdager is natuurlijk McLaren. Met Oscar Piastri, Lando Norris. Die op 2 staat nu in het klassement, Norris.
Hebben ze daar nog iets over losgelaten vandaag bij McLaren, bij Red Bull? Bij McLaren hebben we wel een inkijkje gehad bij Lando Norris, omdat tv-collega Ayolt Kloosterboer had een interview met hem. En dan spreken we alle coureurs wel een beetje, maar dat is heel, heel oppervlakkig, 1-2 minuten. Maar met Norris hadden we 10 minuten. En Norris is heel zelfkritisch, is die altijd geweest. Net als Charles Leclerc, die ook altijd zei van I'm stupid. En Norris ook, die, als hij de vraag krijgt, zit die titel er nog in? Dan zie je hem nadenken en dan zegt hij, ik heb eigenlijk veel te veel fouten gemaakt in de eerste helft van het seizoen om die titel nog te pakken. En ik ga het wel proberen, maar het zal een challenge worden, zei hij. En als je naar de stand in het WK kijkt, is dat ook zo. Want hij loopt eigenlijk 3 overwinningen achter. Ja. En dan moet Verstappen ook nog 3 keer 0 doen. En we hebben na Zandvoort geloof ik nog maar 9 races. Dus... Maar ik had het idee, en Ayolt had dat ook, dat hij niet heel erg opgeladen uit de vakantie terugkwam. Ayolt zei, hij oogde wat vermoeid. Kan ook komen omdat hij al die interviews al had. He, coureurs worden altijd heel moe van al dat gepraat met de pers. Dus dat kan het ook zijn. En waarschijnlijk als hij in de kwalificatie in de auto zit, komt het vast goed. Maar Norris heeft, als hij zelf zegt, ik heb te veel fouten gemaakt om kampioen te worden. Wie zijn wij dan om dat te ontkennen? Jeroen, ja. McLaren, dit weekend, wat verwacht je? Ja, op papier zijn ze denk ik wel de sterkste, als je heel eerlijk kijkt. Dus... Maar ja, Mercedes is ook gewoon heel goed bezig. En Hamilton gaat hier altijd keihard. Verstappen heeft natuurlijk 3 keer gewonnen hier. Maar het had ook zomaar 2 keer Hamilton kunnen zijn. 3 jaar geleden en vorig jaar. Ja, was mega dichtbij. Dus die mag je niet uitvlakken. En dan zit Ferrari er ook nog eens dichtbij. Dus het is echt wel iemand die zegt dat hij het weet, die liegt. Want je weet het gewoon nog niet. We gaan het allemaal meemaken. Morgen vrijdag moeten de coureurs aan de slag, want dan zijn de eerste vrije trainingen. Heel kort, wat verwachten jullie daar te zien? Nou, we gaan zeker longruns zien. Het weer zal ook veel wind, ook wat regen. Maar longruns, je zal met name zien dat ze kijken hoe lang de banden het volhouden. En dat is zondag heel belangrijk. Dan is het waarschijnlijk gewoon droog. En dan moet je zien of je een zachte band lang heel kan houden. Dus dat zal belangrijk zijn. En hoe die eerste vrije trainingen dan morgen verlopen, dat bespreken we dan weer in een nieuwe extra Formule 1 podcast. Rechtstreeks vanaf het winderige circuit van Zandvoort. Dus graag tot dan. Jij wil nog wat laten horen. Je zit maar aan te kijken, Louis. Ja, we eindigen altijd bij muziek, toch? Ja, dat is waar. Oh, je hebt wat. Dit is een korte versie, maar ik denk, nou, dan moet het dan toch maar. En ik mag volgens mij helemaal geen geluid opnemen op het circuit, maar deze mag. Ik weet waarom McLaren niet gaat winnen dit weekend. Ze worden weer afgeleid. Ja, ze hebben een beetje pech dit jaar. Ze hebben al brand gehad. Het dak is er vanaf gegaan door wind. En nu als derde hebben ze dit voor de deur. Ik zal even kijken of ik hem kan starten. Wel goeie. Geregeld. Ik weet niet wie hem heeft ingehuurd, maar het lijkt me niet bevorderlijk. Dat deze 24 uur voor je dag staat. 4 dagen. Nee, precies, ja. We zijn er morgen weer. Graag tot dan. Abonneer op ons YouTube-kanaal.